Ik ben Kevin Leerdam, ik ben de personal trainer bij Vibes Fitness. Ik ben geboren in Nederland, heb ook altijd in Nederland gewoond. Maar ik woon nu 8 maanden in Suriname. Geweldig land, heel leuk om er te zijn. En ik ga ook niet meer weg. Nou, bewegen voor mij is heel erg belangrijk. Ik denk dat bewegen alleen al een hele goede bijdrage levert aan de gezondheid van de mens. Dus ook al wandelen is bewegen, zitten en opstaan is bewegen, heeft al een hele goede, is gewoon heel goed voor de gezondheid van de mens. Daarnaast ben ik zelf natuurlijk een personal trainer, dus voor mij is trainen natuurlijk ook heel erg belangrijk. Trainen voor mij is vooruitgang. Voor mij is het gewoon heel belangrijk om ook vooruit te blijven gaan. En niet alleen met trainen voor de spieren, maar gewoon in het leven. Dus met training is het natuurlijk altijd een streven om een stijgende lijn te blijven maken. En voor mij is dat wat trainen ook inhoudt. Dus vandaar dat ik me ook daarop focus. En dat is ook wat ik bij mijn cliënten dan wil bewerkstelligen. Mijn dag normaliter ziet er als volgt uit. Ik begin meestal in de ochtend heb ik al iemand om te trainen. Dus dan begin ik in de ochtend in de gym. Hangt er natuurlijk vanaf hoeveel cliënten je op een dag hebt. Je traint ongeveer 1 uurtje, 1,5 uur per cliënt. Soms heb je ook groepslessen erdoorheen. Soms heb je misschien een projectje waar je in mee kan draaien. Dus zo is het wel afwisselend elke dag. Maar in principe hou je heel veel bezig met het trainen, met het... je komt natuurlijk, zoals ik al zei, je komt naar de gym. Verder is het voor mij, het is natuurlijk niet alleen trainen. Voor mij komt voeding komt er ook weer aan te pas. Dus ik kook mijn eten elke dag van tevoren. Ik wil natuurlijk, ik vind ook om even tussendoor, een personal trainer is natuurlijk zijn eigen visitekaartje. Dus ik vind dat ik er, als ik zelf al op straat loop, moeten mensen al kunnen zien van oké, deze jongen doet iets. En dan op het moment dat ze zich afvragen, nou wat doet u? Als ze die vraag zouden stellen, kan ik daar natuurlijk antwoord op geven. Dus ik vind dat ik er goed uit moet zien, dat ik er ook gezond uit moet zien, dat ik ook gezond moet zijn, gezond moet leven. Want op die manier ben je dan toch een soort van rolmodel voor degene waar, die daar interesse in hebben. Nou, na mijn lessen dan, die ik in de ochtend heb gehad, als ik daar, meestal heb ik dan wel misschien een uurtje of een paar uurtjes speling. Ik heb natuurlijk ook mijn rust nodig in de dag, want anders ben ik de hele dag op pad. Dus na die lessen dan vind ik het dus ook belangrijk om met mezelf bezig te zijn. Dus dan ga ik vaak zelf, begin ik zelf te trainen. Ben ik ook een uurtje tot ongeveer 2 uurtjes bezig om aan mijn eigen lichaam te werken, aan mijn eigen gezondheid te werken. Als ik dat heb gehad met een beetje geluk, kan ik dan nog even naar huis om misschien wat te rusten, om weer even wat te eten, weer eventjes op adem te komen, je lichaam weer op te laden. En meestal daarna dan kom je in de namiddag, vooravond, dan beginnen meestal de groepslesjes. Dan is iedereen natuurlijk klaar met zijn werk. Dan willen ze allemaal ook gaan trainen, dat zijn de ideale tijden om te trainen. Dus dan begint het weer druk te worden en daar ben ik meestal daar weer mee bezig tot een uur of 10 tot 11. Ik train minimaal 1 keer per dag. Maar als ik de kans krijg, doe ik dat ook wel 2 tot 3 keer. Ik draai vaak met de groepslessen ook mee. Ik vind het, ik zie het ook gewoon weer als training van mezelf. Dus dan denk ik, ja, als ik met ze meedoe, ben ik toch weer bezig met de training. Is alleen maar verbetering voor mezelf weer. Ik had het al over die vooruitgang. Dus zo ziet het een beetje eruit voor mij.